Ach, mag ik iets vragen? Ik moet zo van me af. Als het nou gaat over de opwarming van de aarde, hè, zeg je dan, we gaan naar de donder of we worden bedonderd? We worden bedonderd. Ja? We worden bedonderd. Ik geloof er niks van. Nee. Gaat zo traag, dat kunnen ze amper onderzoeken. Denk ik. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar dat denk ik. Dankjewel. Jo. Als het gaat over de opwarming van de aarde, zegt u dan, we gaan naar de donder of we worden bedonderd? Ze zijn het er niet over eens, volgens mij, nee, de geleerden. Nee, ik vraag het aan u. We worden bedonderd door de geleerden, volgens mij. Die zijn zo tegenstrijdig in hun standpunten dat ik daar mijn twijfels over heb. Als het gaat over de opwarming van de aarde, zegt u dan, we gaan naar de donder of we worden bedonderd? Nou, dan gaan we naar de donder, ja. Ja, bent u zo somber? Nou, ik ben niet somber, maar ik denk dat we daar niet te handig mee omgaan. Dag, mag ik iets vragen? Het zo van me af. Als het gaat over de opwarming van de aarde, zeg je dan, we gaan naar de donder of we worden bedonderd? We worden bedonderd. Okay. Ja, maar dag, mag ik u iets vragen? U bent zo van me af. Als het gaat over de opwarming van de aarde, zegt u dan, we gaan naar de donder of we worden bedonderd? Dan zeg jij het maar. We worden bedonderd. Ja? Ja. Nou, mag voor mij wel wat warmer. U gelooft er niet veel van? Nou, ik maak me er niet zo druk om. Dus. Hoe geldt dat voor u? Ja, het zal ongetwijfeld wel een probleem zijn, maar niet iets van korte termijn. Het zal ongetwijfeld gebeuren, maar of het in zo'n noodvaart gaat, als ze nu zeggen. Ik weet niet, een beetje mijn twijfels bij, eerlijk gezegd. Oké. En u? Maar als we gaan, dan gaan we toch wel. Ja, toch? Nou, we gaan naar de donder, dat denk ik. Ja? Ja. Hoe, wat? Nou, met al die rotzooi wat uit de lucht valt en dat, kijk maar zo om u heen. Nou, prachtige blauwe lucht. Ja, maar u begrijpt wat ik bedoel. Vliegtuigen, alles, de hele atmosfeer. Ja? Ja. Hoeveel denkt u dat de aarde is opgewarmd in de afgelopen eeuw? Nou, dat zou ik u niet kunnen vertellen, want zover ben ik dus niet in de wetenschap. Nee. Nee. En hoeveel ijsberen zouden er nog zijn? Nou, niet veel. Nee? Doe ze gooi. Misschien 600, alles bij elkaar. Een somber toestand. Somber gebeuren, ja. Dames, mag ik jullie iets vragen? Zo gepiept. Nee? Oh. Ik wil vragen, het gaat over de opwarming van de aarde. Denk je dan, we gaan naar de donder of we worden bedonderd? Ik denk het laatste. We worden bedonderd? Ja, dat denk ik. Waarom denkt u dat? Nou, een beetje overdreven, maar... U gelooft er niks meer van? Nou, niks meer. Ik denk dat het een beetje eenzijdig misschien belicht wordt allemaal. Dat denk ik. Maar ik ben verder geen wetenschapper die er verstand van heeft, maar dat denk ik. Ik denk dat we bedonderd worden. Ja, hoe komt u daar zo bij? Ja, wat, in mijn gedachten is het weer veranderd in mijn gedachten niet eigenlijk. Nee, soms hebben we een goede zomer, soms een slechte. Ja. Nee. We gaan niet naar de donder, voorlopig niet. We gaan niet naar de donder? Nee, voorlopig niet, nee hoor. Hoe denkt u erover, mevrouw? Ja, precies. Maar bent u helemaal niet onder de indruk van al die verhalen over het smelten van de Noordpool? Nou, ik geloof dat eerlijk gezegd niet, want ik heb vandaag een heel artikel weer gelezen. En de ijsberen zijn nog nooit zo gelukkig geweest als ooit. Ik bedoel, dat is dus niet zo. Ik geloof er gewoon in dat het gewoon niet waar is, helemaal. Er zal wel iets van aan zijn, maar niet zo ernstig en zoals ze dit omschrijven. Ik denk dat ze naar de donder gaan. Ja. Hoeveel is de aarde opgewarmd in de afgelopen periode? Ik heb geen idee. Doe ze gooien. Harde cijfers. In totaal? Ja, wat je denkt, ja. 1 graad? Ja, 0,6 graden is het. Nou, dat is afgerond. Hoeveel ijsberen zouden er nog zijn? ¿1200? Nee, gok, puur gok. Ik weet het niet. 25.000. Oh, dat valt me dan erg mee. Ja. Maar we gaan... Weet je niet? Geen idee. Weet jij het, Ems? We gaan naar de donder, denk ik. Ja? Met het klimaat, ja. Ik denk dat gewoon die technologieën met de tijd mee toch steeds beter wordt. En dat het dan allemaal weer oplost. Toch? Als je naar de geschiedenis kijkt, al die grote dingen, al die rampen, al die ziektes. We hebben het allemaal overleefd. Dus waarom zou dit niet... Toch? Ga je kinderen maken later of durf je die niet op deze planeet neer te zetten? Sowieso wel.
Sowieso wel, ja. Natuurlijk. Ja?